Mijn naam is Piet van der Pas en ik ben acteur, theatermaker. En doe al 6 jaar mee de Dutch No Dance Division kerstvoorstellingen. En ik zou niet weten wat ik met kerst moest doen als ik dat niet zou doen. Mijn rol, ja, een lijk. Ik ben een lijk en eigenlijk ben ik al dood voordat de voorstelling begint, zou ik maar zeggen. Het is de rol van Jacob Knoester. In het Engels heet hij Jacob Marley. Maar dood dus voor het begin en dan word ik rondgereden. Ik moet niet alles verklappen. En dan ben ik op toneel toch, wat er dan van me over is. En daarna ben ik de geest van dat lijk. En dan, ja, dan ben ik eigenlijk de hele tijd in de wings. Ook als ik niet in de wings ben. Ja, raar hè. Cryptisch. Maar ja, het is ook een geest. Nee, het is een leuke korte rol. En ik mag heel veel flapperen en fladderen met beeldschone, fantastische dansmeisjes en jongens. Het is een feest. Hoe ik het tot leven breng, die geest, dat is een hele grappige. Hoe breng je een geest tot leven? Die is dus dood. Nou, ja, sowieso prachtige muziek en een enorme creativiteit van Ton en Ringes. Ja, dat is, je hoeft bijna niet zoveel, ja, je hebt zelf bijna niet zoveel te doen eigenlijk. Het vooral leuk vinden en goed luisteren, ik bedoel. Het moet wel allemaal kloppen. Hè? Er kunnen heel veel dingen misgaan in zo'n dansvoorstelling. Bijvoorbeeld, ja, ik heb vleugels, wat zou je wel zien? Als ik één vleugel niet aangeef, dan flapt hij omhoog. En dan, als iemand misgrijpt, dan gebeuren er ongelukken. Want dan lopen ze allemaal tegen mijn vleugels aan, zou ik maar zeggen. Ook weer cryptisch, hè? Maar wel waar. Just tell me where I start. I'll give you a nod. Okay, I'll give you a nod. But once I give you the nod, can you just breathe it out as you feel, rather than restrict you, because we're in an hour, and something might happen as soon as he adds movement. Of course, you may say, "Oh, I want to wait for that to finish before I go on." I know. We already did a bit. Oh, great! Oh. Yeah. Nou, dat is, het is hoe het werken hier is. Nou, dat is geweldig voor mij. Ik ben er niet aan. Ik ben een soort kuifje in Wonderland, en ik leer hier dingen die ik, die toen ik toneelopleiding deed, nooit geleerd heb. Acteurs die hebben een beetje de neiging om soms te zeuren. Soms snap ik dat, soms snap ik dat niet. Maar als je dan tussen dansers zit, meedoet aan zo'n grote dansproductie, dan je ziet hoe hard die mensen werken en hoe gedisciplineerd dat gaat. En jongens, dat weer heel nederig van soms. En wat ik al zei, het is leerzaam, maar het is vooral ontzettend leuk. Oh, ja, hoe dat is er met Rinus. Ja, Rinus is een van de meest creatieve mensen die ik ken. En ik heb repetities al gezien hoe mooi die acteert. Hij is natuurlijk niet alleen maar een danser of een choreograaf, hij is ook een acteur. Hij kan ook zingen, man kan heel veel. Maar hoe die werkt aan die rol van Frederik Verrek, heet hij dan bij ons. Ja, mooi hoe die eenzaamheid speelt. En, ja, mooi. Niet alleen maar als een boze, nare man, maar er is iets ver weg verstopt waar hij niet meer bij kan. En nu wordt het tijd om daarbij te komen. En dat doet hij heel mooi en dat is heel inspirerend. Echt waar. Komen. Awesome. Wat mijn favoriete kerstherinnering is? Nou, ik heb een hele leuke kerstherinnering. Ik kreeg mijn eerste contract bij Rob van Rijn, ooit lang geleden in de jaren 70. Eerste echte contract en Rob van Rijn was de grootste pantomimespeler van Nederland. Misschien van Europa, hè? Pantomim. En nou, daar ging ik werken. En wij werkten met kerst, we reisden heel Europa door met kerst. Met de voorstelling Scrooge en Marley, oftewel A Christmas Carol. En een van de rollen die ik daarin had, was het hoofd van de geest van Marley. En nu ben ik de hele geest. Ik heb dus promotie gemaakt. Maar dat is een hele leuke herinnering. Daarom vind ik werken met kerst vind ik het leukste wat er is.